Justitieminister Kenneth Amoksi is niet zo blij met de aanpak van het criminaliteitsvraagstuk. Hij vertelde journalisten eerder deze week voor de ministerraadsvergadering dat hij nog steeds eruptie ziet van de verschillende soorten delicten die vooral bij jongeren plaatsvinden. Omdat zodra er beroevingen dagelijks een beroeving plaatsvindt, elke beroeving is er één te veel. Nu bijvoorbeeld, we zijn nu, de grote vakantie is voorbij. We zien ook weer de erupties onder de jeugd. Dat die zich ook weer gaan herhalen. Dus het zijn allemaal gebieden waarop geïnvesteerd moet worden. Bepaalde zaken betreffen niet alleen regaderen, niet alleen het ministerie van Justitie en Politie. Bijvoorbeeld in het geval van de jeugdigen, de aanpak van de jeugdigen. Het betreft ook sociale zaken, AWJ, andere organisaties waarmee we samenwerken, zoals UNICEF. Weet je, je moet samenwerken om ze aan te pakken. De minister wijst erop dat de uitdagingen op het gebied van middelenvoorziening nog steeds een grote rol spelen bij de verschillende korpsen. Bij de politie is dit probleem veel groter. Je ziet ook van wanneer er beroevingen plaatsvinden, wanneer er inbraken plaatsvinden, dat er een hoge oplossingspercentage is, zeker 70-80% wordt opgelost. Maar dat hoor je niet meer. Trouwens, mijn focus is eigenlijk ook op preventie. Dus in de komende weken, maanden gaan we ook meer focussen op preventie. En steeds meer de mensen betrekken bij de werkzaamheden van vooral de politie. Weet je dat de buurtmanagers hun werk goed doen. Dat de gemeenschap wordt betrokken bij de criminaliteitsbestrijding. Dat voorlichting optimaal is, zodat de mensen ook weten wat er gebeurt. En dat er positieve ontwikkelingen moeten zijn, sowieso. Maar tevreden ben ik niet helemaal. Amoksi bevestigde ook dat een van de arrestanten die laatst uit het cellenhuis van Nieuwehaven is ontsnapt, is opgepakt. De zoektocht naar de andere arrestanten is nog gaande.